Wat vond jij het leukst aan je eerste keer? Oh jee. Dat er op een gegeven moment een trein langskwam. Mm-hmm. En dat de chauffeur van die trein naar ons toeterde. Hé, maar was jouw eerste keer lekker? Nee. Wat we gaan doen, we gaan onze eerste keer natekenen op papier. Mm-hmm. En daarna gaan we die inlijsten. Ik was best wel een beetje onder de indruk eigenlijk van toen jij dat gedaan had voor het eerst. Ja? Ik weet nog dat hij best wel wat ouder was dan jij was. Ik weet nog dat jullie geen verkering hadden. Waarom ging je met hem naar bed? Nou, ik vond hem wel echt leuk. Het zat wel tegen verliefdheid aan. Op de een of andere manier dacht ik van nou, let's go of zo. En er was ook iets tussen ons gaande dat hij twijfelde telkens zelf ook. In de keren voordat het gebeurde. Dat hij eigenlijk zoiets had van, jij bent te jong. Ja, dit weet ik nog, dat hij dat tegen jou zei. Ja, dus ja. Wij scheelden 4 jaar. Ja. Wat op die leeftijd best wel veel is, want ik was 14. Maar hij wilde dus telkens niet, omdat hij dacht van, nee, jij bent te jong. En het grappige was dat het met mij dus dan juist zoiets deed van, nou, hoezo te jong? Weet je wel, dat ik een soort... Dus jij wilde daardoor juist eigenlijk liever? Ja, misschien wel, ja. Terwijl ondertussen natuurlijk een beetje knutselen. Ja. Wat vond jij het leukst aan je eerste keer? Oh jee. Dat er op een gegeven moment een trein langskwam. Mm-hmm. En dat de chauffeur van die trein naar ons toeterde. Echt? Ja. Niet. Die zag ons. Wat leuk. Dat is best wel leuk, toch? Maar je schrok niet. Nee, we moesten er heel hard om lachen. Omdat je dan toch een beetje zo heel stout voelt. Maar het was ergens ook wel heel bijzonder dat het dus niet alleen maar van ons tweeën was, maar dat er dus ook nog iemand anders heel eventjes een soort onderdeel was. Een soort aanmoedigde van, yay, Christa. Het was een beetje alsof de ballon... Ja, maar hij werd ook ontmaagd op dat moment. Oh. Ja, dus het was van ons allebei. Fijn, denk ik. Ja, het voelde eigenlijk ook gewoon fijn. Gewoon lekker? Ja. En was je opgewonden? Ja, en de situatie was heel leuk, want we waren 's nachts... We hadden de laatste trein terug naar huis gemist. En toen halverwege, gewoon echt midden in de polder, stond er een bankje langs een spoorwegovergang. Hmm. En er waren al eerst op pantsoenen en toen ging het gewoon steeds een stapje verder. En ik denk echt, wat echt de gouden truc is geweest waarom ik het als prettig heb ervaren, is dat ik bovenop zat. Hmm. En dan heb je dus volledige controle als meisje, ja, over hoe snel... Gaat dit erin en et cetera. Want ik weet nog wel echt heel goed eigenlijk dat eerste moment dat ik dan zeg maar zijn piemel dan zo voelde. En dat dat al steeds ietsje verder zeg maar zo in me ging. Mm-hmm. En dat ik dus echt zelf kon bepalen hoe dat dan, hoe snel zeg maar. En ook, en als het dan heel veel, oh ik weet het niet zo goed, dan stopte ik ook. En dan weet je, hij was ook echt super relaxed daarin. En was gewoon echt zo lekker op me aan het wachten. Maar ik vind dit al zo volwassen voor een eerste keer. Dit heb ik echt pas... 10 jaar later bedacht of zo. Dus ik vind het wel... Maar daar zeg je best wel even iets heel serieus. Ja. Dat is voor mij echt iets dat ik denk... Nou, dat had ik wel gewild dat iemand me dat had verteld. Dat je dat gewoon kan doen. En dat dat enorm veel verschil maakt voor hoe je het beleeft. Wel jammer eigenlijk dat ik jou dat niet heb verteld. Nee. Want ik was net iets voor jou. Ja, ik kan me herinneren dat we het er wel over hadden, maar dan... Was het vooral gewoon een soort van giebelig en heel spannend. Oké, en weet je wel. Dat is gebeurd, ja. Waar was het? Wat gebeurde er? Maar helemaal niet... Ja, het ging gewoon... Het gaat op die leeftijd, gaat het gewoon niet zo over de gevoelige kant. Nee. Hé, maar was jouw eerste keer lekker? Nee. Ik vond het gewoon in mijn hoofd allemaal een heel leuk idee. Ja. Maar ik was niet opgewonden, denk ik. Helemaal niet opgewonden. Nee, ik denk het niet, nee. Ik ging er echt wel in met de verwachting... de eerste keer kan pijn doen en je kan bloeden en zo. Ja. Alleen ik had helemaal niet gehoord wat het dan is als het lekker voelt. Dus dat was eigenlijk mijn enige referentie. Dus ik dacht, dit is eigenlijk niet zo fijn. Dit doet wel een beetje pijn, inderdaad. En ik had echt een beetje het gevoel dat ik het doorheen moest duwen en zo. Toen dacht ik, dit hoort. Vind je nu achteraf gezien dat je er klaar voor was op dat moment? Nee. Terwijl je het zelf wel dacht, hè? Want jij dacht, ik wil gewoon. Ja. Ook al wil hij niet, ik wil gewoon. Ik zou niet zeggen dat nou, zeg maar, dat het echt... Dat ik het als heel heftig heb ervaren. Ook omdat ik op dat moment ik wel het gevoel had dat ik controle had over de situatie. Dus dat hielp wel enorm over gewoon van het... Ja,
Gewoon er wel oké mee zijn dat het zo is gelopen. Ja. Alleen wat ik het meest verdrietig vind is dat doordat ik gewoon niet leerde hoe het allemaal wel lekker voelt, dat ik dus eigenlijk in de jaren daarna ook een beetje in dezelfde lijn doorging, zeg maar. Dus dan was het soms wel lekker en soms niet. Maar als het dan niet lekker was, dan was het ook niet zo dat ik dat dan stopte of zo. Dus die eerste keer heeft wel ook een soort patroon gezet van, oh, maar zo kan het dus ook voelen. Dat vind ik eigenlijk verdrietiger. Ik realiseer me nu veel meer hoe heftig het eigenlijk is om met iemand te vrijen, zeg maar. Dat iets is wat je niet zomaar even doet. Ja. Nou, dat is echt wel het verschil, denk ik, tussen die leeftijd en nu. Dat je nu pas eigenlijk echt snapt wat het inhoudt. Ja. En op die leeftijd was het gewoon, lukt het me om te penetreren? Lukt het dat hij naar binnen gaat? En kan ik dan de bewegingen maken die erbij horen? Terwijl voor mij gaat seks daar nu helemaal niet meer over. Mm. Dus dat is precies waarom je eigenlijk nog niet zo goed beseft wat je aan het doen bent, denk ik, op die leeftijd. Oké. Zullen we? Ja. Dit is onze eerste keer. Oh.